Nou. Goedemorgen, lieve luisteraars. Lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ba. Denk ik vanmorgen lekker vrolijk en weer lekker fit te beginnen aan mijn rondjes in het bos. Tweede rondje, verkramping in mijn kuit. Verdorie. Dat was niet de afspraak. Dit vind ik zo shit, sorry. Wat voor domme. Maar goed. Het is wat het is. Ik zal er eventjes mee moeten handelen. Het is natuurlijk wel vervelend. Want ik had er echt gewoon zin in vandaag. Ik weet niet dit overvalt me nou een beetje. Dat ik in zoverre er weer aan begonnen ben. Dat ik het idee weer had van, jongens, kom, we gaan lekker naar het bos. We gaan lekker lopen. Allerlei zaken. Ik zit nou ook nog steeds te bedenken van ga ik nou naar de fitness? Natuurlijk, ik kan dan je bovenlichaam trainen, maar op een of andere manier zit er nou iets in je hoofd en je denkt van fuck. Dat is niet fijn. Kun je zeggen van het is wat het is. Dat klopt. Maar ik baal wel. Dit hier zo, dat ziet er allemaal aardig uit. Kijk, kun je dat een beetje kunnen zien zo? Ik zal ook even wat foto's laten zien van wat het was. Uiteindelijk na de ingreep. En hoe dat er nu uitziet. Dat het een beetje in de volgorde staat. Dat zal ik ook eventjes erin zetten. Om dat even te laten zien van, dit was het. Dit is de snee en dit is uiteindelijk het resultaat. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zeker niet ontevreden. Ik hoor nou in één keer een geluidje voor in de auto, wat ook niet helemaal klopt. Dus ik denk dat ik vandaag maar niet naar de sportschool ga. Dat ik gewoon lekker naar huis ga en even wat gaan bekijken. Want dat klopt iets niet. Dit is iets. Er is iets. En ik weet niet wat. Nou is het geluid langzaamaan weg. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar goed, zoals misschien menigeen wel weet, ik ga dus niet naar de sportschool. Ik heb nu net snel even besloten dat ik niet naar de sportschool ga. Ergens baal ik daarvan. Je zit dan niet fijn in de sportschool als je die blessure hebt. Dat is gewoon fucked up. Was vervelend. En dan straks nog naar het voetballen toe. Dan hoop ik dat de jongens mij helpen om niet constant op de grond te gaan liggen, dat ik het veld in moet. Dus jongens, alsjeblieft. Ik hoop dat jullie rekening daarmee houden. Dat kun je natuurlijk niet, maar we zullen wel zien. Misschien dat het straks wel gewoon opgelost is. Dan zullen we het straks wel zien. Ik weet niet wat het is. Het is echt gewoon. Ik zit me nou te bedenken, ik heb deze blessure. Ik denk een jaar of 4 geleden ook al eens een keer gehad. 4, 5 geleden ook al eens een keer gehad. Dan kreeg je ineens zo'n verkramping in je kuit. En
dat ik wat rust genomen daarna, tenminste om in ieder geval niet meer te gaan hardlopen, wel gewoon je fitness te gaan doen. Een beetje op de loopband gewoon lopen, dus niet hardlopen maar lopen of met een cross trainer. En het heeft ook een paar weken geduurd, volgens mij. Nee, dat is wel korter geleden. Dat is volgens mij nog net na, dat weet ik niet, ik weet het echt niet meer. Toen heb ik ook zoiets gehad. Dat was alleen in mijn linkerkuit. En nu heb ik het in mijn rechterkuit. En het was heel vervelend. Het is gewoon heel vervelend, dit. Ja, ik ben echt benieuwd hoe dat het uit gaat pakken. Maar goed, wat ik ook zei. Ik heb er nog mee te dealen. Ik ben niet thuis. Dus ja, ik baal hier enorm van. Ja, wat kan ik eraan doen? Ja, nu even niks. Dus helaas. Korte vlog maar weer. Maar goed, ik zie het van de week wel hoe dat gaat. Zoals ik al zeg, dit plek hier zo, dat ziet er eigenlijk best goed uit. Dus daar mag ik niet over klagen. En dan doe ik dat maar ook niet. En voor de rest, nou goed, je hoort aan mijn stem dat ik ook een klein beetje verkouden ben. Maar dat gaat allemaal op zich nog wel goed. Dus komt goed. Nou, ja, vervelend dat ik een beetje zo'n raar klote vlogje heb. Die voor mij persoonlijk wat minder goed uitpakt. Ik hoop in ieder geval dat we dan vanmiddag met de voetballen de puntjes binnenhalen. Dan is het ook weer prettig. Dan hebben we in ieder geval nog iets goed voor vandaag. En voor de rest, daar zie ik volgende keer wel. Dus even duimpje omhoog. Even abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer terug. Met weer een zondagmorgenvlog. En ik weet niet wat ik volgende week zondag ga doen. Of dat gaat lopen of alleen maar gaan fitnessen. Ik verwacht dat het alleen maar fitnessen gaat worden. Goed, dan ben ik alweer een week verder. Dus misschien dat het dan wel wat minder is. We zullen wel zien. Ik ga in ieder geval afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer. Ik zeg ciao.